Dit is een videoproductie van de lokale omroep Mil. Op woensdag 5 mei werd de kunstroute 2021 van Ontdek Mil officieel geopend. Dit gebeurde bij wijkaccommodatie De Wester aan de Havikstraat in Mil. Tot eind september zijn op een route van zo'n 15 kilometer 28 kunstwerken te zien. De deelnemende kunstenaars hebben zich laten inspireren door het thema Vrijheid, Blijheid. In verband met de coronamaatregelen waren er bij de officiële opening van deze kunstroute slechts een beperkt aantal bezoekers aanwezig. Welkom iedereen, vooral onze gasten hier met heel beperkte aantal. We staan hier bij De Wester, aan de Havikstraat 1. 5 mei is het vandaag en de opening, een jaar uitgesteld van de kunstroute, dat zal hier plaatsvinden. Daarvoor heb ik Bert Verweijen en Pieter, die zullen direct nog even wat toelichting geven op de kunstroute. En ik heb vervolgens zal burgemeester Antoine Walraven de onthulling van het kunstwerk dat achter ons hier is, zal onthullen. Een jaar uitgesteld met de coronamaatregelen. En dat is toch eigenlijk, we hadden zeker gedacht dat het van dit jaar met heel veel publiek zou kunnen. Maar jammer genoeg kan dat ook niet. De maatregelen zijn nog dusdanig dat dat niet kan. En ik denk dat we daar alle begrip voor moeten hebben. En ik denk als we iedereen aan de maatregelen zouden houden, dat we zo snel mogelijk van al die toestanden af zijn. En dat we met z'n allen hier heel graag een kopje koffie komen drinken en dan alle activiteiten in De Wester weer terugkomen. 25 jaar terug was De Wester ook geopend, of inmiddels al 26 jaar. En ik ben zelf, word ik dit jaar 75, dus ook net na de oorlog ben ik in de vrijheid geboren. En dat is ook het thema van de hele kunstroute, vrijheid, blijheid. En dat is ook waarom bij De Wester de onthulling en de opening van de kunstroute plaatsvindt. Ik wil Pieter of Bert even het woord geven om wat toelichting te geven op de kunstroute. En vervolgens krijgt dan burgemeester Walraven het woord en om verder de onthulling te doen. Ik weet niet of ik even nog de microfoon moet schoonmaken. Of kan dat zo? Nee, ik heb mijn hand gewassen, dus dat is niks. Oké, goed zo. Ja, wat moet ik er nog op zeggen? Het was alles verteld, ja. Maar vrijheid, blijheid, dat hebben we heel hard nodig dit jaar. Dus dat hebben we gewoon aangehouden in de kunstroute. Maar eigenlijk wil ik gewoon degene die de kunstwerken maakt, die wil ik eigenlijk bedanken, want zonder die mensen kunnen wij geen route organiseren. En wij doen dat dan met heel veel plezier vanuit Ontdek Mil. We hebben er best wel werk mee, maar daar hebben we het over. Dus ze zijn helaas niet allemaal hier. Maar bij deze, die wil ik in ieder geval bedanken. En verder hoop ik dat heel veel mensen van de zomer, want het is tot eind september, heel veel plezier hebben om langs die kunstroute op de mooiste plekken van Mil rond te fietsen. En we hebben er verschillende cafés en weet ik wat bij staan. Dus het is wel mooi om ook op het terras iets te drinken. En het is best mooi om hier inmiddels een keer een dag of anderhalf te vertoeven. Ja, verder heb ik er weinig aan toe te voegen. Ik hoop dat ik alles gezet heb wat er gezet moet worden. En het werd dadelijk geopend en dan liggen de folders. Die liggen overal op diverse plakken in Mil. En je kunt ze downloaden via Ontdek Land van Kuik. Dus het kan niet missen. Bedankt allemaal. En dan geef ik het woord aan onze burgemeester. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Al veel gezegd, vrijheid, blijheid. Gisteren stond ik op ditzelfde tijdstip in Acacia Hof met ander weer, moet ik zeggen, voor de dodenherdenking. Vandaag bevrijdingsdag en het zonnetje gaat meteen schijnen. Dus het thema is ook al benoemd, vrijheid, blijheid en de corona. Ja, wat zijn we toe aan een stukje vrijheid en blijheid? Ik heb gisteren in mijn herdenkingsrede daar ook woorden aan gewijd. Wat is vrijheid? En dat is voor ieder net iets anders. Maar de vrijheidsbeperkingen van deze tijd zijn echt niet te vergelijken met de vrijheidsbeperkingen in de oorlog. De kunstroute. We hadden het er net eventjes over van de achtste of de negende keer alweer. Een prachtige traditie. In ieder geval iets om blij van te worden. We zijn allemaal inderdaad klaar met de coronamaatregelen en voorzichtig gaan de terrassen open. En hopelijk volgen er andere maatregelen snel, versoepelingen.
En de kunstroute is natuurlijk een prachtige gelegenheid om toch ook coronaproef op de fiets of wandelend. Hè, want ik geloof dat een route is van 15 kilometer. Is ook te voet best te doen. Langs een 28-tal kunstwerken heb ik gelezen. Ik heb er onderweg al een paar mogen bewonderen. Echt weer fantastisch en hartstikke goed dat je inderdaad de kunstenaars bedankt. Maar ook alle vrijwilligers, daar zijn er jullie twee van, maar ook Ontdek Mail en al die anderen die daar een bijdrage aan hebben geleverd. Ik zou zeggen, ga vooral de route volgen tot september in ieder geval de tijd. Ga ervan genieten, ga van de zon genieten en op weg naar een betere tijd dan de afgelopen periode. En nou ga ik een poging doen om aan het koordje te trekken. Gaat meestal mis, maar we gaan ons best doen. Nou, officieel moment. Dus hierbij verklaar ik Bert, help jij mee? Als we aan twee kanten trekken, dan... Nee, dat ga ik ook vanuit. Nou, 3, 2, 1. Graag jullie applaus. Schitterend kunstwerk. En misschien als afsluiting, Harry, dat je nog even iets kunt vertellen over het kunstwerk. Van, ik denk te zien wat het is, maar misschien met jouw woorden is dat een mooie afsluiting van deze dag. Bedankt voor de aandacht. Ja, dankjewel, burgemeester. Nou, als je het kunstwerk ziet, even vooraf dank aan de technische dienst die wij hier zeg maar heel veel uren hebben ingestopt. En het idee is vooral ontstaan binnen de activiteitencommissie samen met Jo Willems. Die hebben we er ook even bij gehad om wat de ideeën te ontwikkelen. En ja, die vrijheid, blijheid, 75 jaar, je ziet het hier eigenlijk terug. En daarom noem ik het eigenlijk een terugblik van 75 jaar. Dat is het eigenlijk wat ik ervan kan zeggen. En voor de rest moet je het zelf bedenken wat het voorstelt. Een gedrukte folder van deze kunstroute is op diverse plekken gratis af te halen. Ook is deze digitaal te vinden op de website www.ontdekmail.nl/kunstroute.